Vacuümregelaars zijn medische instrumenten die over het algemeen ook naast een flowmeter hangen in een ziekenhuis. En die worden gebruikt om niet om wat naar een patiënt toe te brengen, maar om bij een patiënt het weg te halen. Dus om de patiënt af te zuigen. Dat kan lucht zijn, dat kan bloed zijn, dat kan vocht zijn. De vacuümregelaars waar we het hier over willen hebben, noemen we eigenlijk vacuümreduceerventielen. Dat wil zeggen, we reduceren de kracht, dat gebeurt door middel van de veerkracht op een rubber membraan, in de regelaar. De meeste vacuümregelaars hebben een klok waar je op kijkt wat de kracht is. En wat je niet ziet, dat is nog veel belangrijker, dat is de hoeveelheid lucht die door die vacuümregelaar heen loopt. En die wordt beïnvloed door de weerstand, de interne weerstand van de vacuümregelaar. In een ziekenhuis is een vacuümnet, een leidingssysteem, waarmee vacuüm uit de muur ter beschikking wordt gesteld voor de gebruiker. Wat wil je dus? Je wil die krachten beheerst toedienen aan de patiënt. Met andere woorden, je gebruikt een regelaar, een vacuümregelaarsysteem, om de zuigkracht uit de muur te doseren, zodat je en goed kunt uitzuigen en tegelijkertijd ook niet kwetsend werkt in die patiënt. Flowmeters zijn medische instrumenten die in een ziekenhuis worden gebruikt om een medisch gas aan een patiënt toe te dienen. Over het algemeen is dat zuurstof, maar het kan ook toegepast worden naar een geëigende flowmeter voor om perslucht te doseren aan een patiënt. En dat gebeurt meestal in combinatie met het vernevelen van medicijnen. Wij leveren flowmeters aan ziekenhuizen en dat zijn voornamelijk zuurstof- en persluchtflowmeters. Het onderscheid daarin is zeer duidelijk, voornamelijk de kleurcodering. Voor zuurstof wordt daar de kleur wit voor gebruikt en voor medisch perslucht zwart-wit. Helaas worden zuurstofslangen regelmatig aangesloten op persluchtflowmeters. Om dit misverstand te voorkomen hebben wij dit klepje ontwikkeld. Men moet nu eerst een extra handeling uitvoeren voordat de patiëntslang aangesloten kan worden op de flowmeter. Klepje naar voren en dan pas kan de patiëntslang aangesloten worden. We hebben hier twee soorten regelaars. Eén, als ik het zo mag zeggen, conventionele regelaar. En één, nieuwe generatie waarbij automatisch die maximale zuigkracht wordt begrensd. Het instellen van een vacuümregelaar dient altijd te gebeuren met een afgesloten systeem. Dat wil zeggen, je knikt de slang of je houdt je vinger op een gaatje en je draait de zuigkracht naar de waarde die je maximaal wilt gebruiken. Vergeet je echter het systeem af te sluiten, dan zou het kunnen zijn, dus een open systeem, dat je de zuigkracht ook op diezelfde 100 instelt. Maar dan blijkt later, wanneer die echt aangesloten is, dat je een veel hogere zuigkracht hebt ingesteld. Om deze fout te voorkomen, heeft Ohio een nieuwe vacuümregelaar geïntroduceerd, waarbij de veiligheid ook aanzienlijk verhoogd wordt. De knop die moet ingedrukt worden om de vacuümkracht in te kunnen stellen. Dat indrukken heeft hetzelfde effect als dat je de slang knikt.